Ik wil niet tegen die gouden man, want dan ga ik dood. Sowieso. Die man weet alle trucjes. Alles. Nee, we gaan niet weer verliezen, jongens. We gaan niet weer verliezen. Dat weet je. We zijn er weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Squid Game. Ja, ik weet het. De vorige aflevering ging niet helemaal gesmeerd. Mijn handen waren niet gesmeerd. Ik verloor mijn touwtrekken. We kunnen nog winnen. Oh shit, maar ik heb het gevoel dat het dit keer beter gaat. Dat ik in een beter team word geplaatst. En dat iedereen zijn spatiebalk helemaal verrot wordt geslagen. Sowieso, van mijn team dan natuurlijk. Laten we ons aanmelden, ik ben geregistreerd. Dat betekent dat ik ga meedoen aan de Squid Game. En als je de vorige aflevering nog niet hebt gezien, ga me zeker checken. En dan zie je ook dat ik helaas een beetje faal. Maar we waren redelijk ver gekomen. Redelijk ver. Als het goed is, wordt er dadelijk iemand uitgekozen. En diegene die kan dus onderscheid maken tussen echt en neppe ramen. Op een gegeven moment moeten we gaan springen op platformpjes. En diegene moet eigenlijk voorop om te kijken van welk raam is echt en welke stort in als je erop komt. Dus ja, weet je, we moeten hem levend zien te houden, maar hij moet ook zelf heel goed zijn best doen natuurlijk. En dat ging vorige keer totaal niet goed. Dus dit wordt gewoon een 10 keer beter potje. 100 keer beter potje. We gaan wachten. La, 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 la. Dit gaat goed komen. Ik heb het voorgevoel. En voorgevoel is altijd goed. Da, 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 da. Welkom bij de Squid Games. We gaan een avontuur beleven. Een avontuur van leven of dood. Dat is sowieso het ding van Squid Game. We moeten een aantal spelletjes voltooien. Maar overleef je het niet, dan ben je gewoon dood. Oh, je kan gewoon op zijn hoofd staan. Hij doet niks. Oké, we gaan een foto maken natuurlijk. Let op, mijn mooiste koppie. Hop, kijk, daar is die. Oh, diegene is heel goed voorbereid met een compleet harnas. Jongen, jongen, jongen. Hé, je kan ook zonder harnas winnen, hè? Dat laat ik zien. Red light, green light. Het vrouwtje wat zich omdraait. En dan moet je stilstaan als een steen. Red light. Oh, er worden nu al mensen afgeschoten. Green light. Je kan ook rennen, hè? Kijk. En sambiam. Red light, green light. Iedereen staat ook zo stil, hè? En ik hou mijn mond. Oh. Red light. Oké, niet bewegen met het hoofd. Er wordt niemand afgeschoten. Het is niet een hele moeilijke green light minigame, maar yes! Yes, 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 yes. Maar is die Mel, hoe heet die gast ook weer? Is die gozer nog levend? Oh, ik zie zijn naam volgens mij niet staan. Meen je dit nou serieus? Is die bij de eerste minigame al dood? Dat meen je niet. Oh, hij is het. Miras, jij bent degene die we moeten beschermen. Kom op. Hij heeft het gehaald. Oh, hij maakt het wel spannend. Hij was serieus echt een van de laatste die hier kwam over die streep. Hij heeft het gehaald. Heerlijk dit. Oké, we maken nu nog kans. Maar hopelijk haalt hij ook de andere minigames. En dat geldt ook voor mij natuurlijk. Er zijn een paar spelers dood. Het zijn er ook maar 4. Het valt op zich wel mee. Er doen wel wat spelers mee, maar kijk die pony dan. Nou, er komt natuurlijk weer geld in de potje. $44, daar beginnen we mee. Dat is een mooi cashje. We gaan naar de volgende game mode. We gaan hier klaarstaan. Ik ben zeer benieuwd. Maar ja, je moet eigenlijk ook een beetje geluk hebben. Daar draait het spel ook om. Je moet geluk hebben dat je in het goede team wordt geplaatst. Een team wat helemaal los gaat op die spatiebalk. Daar gaan we voor. Loop je naar boven, door de cirkels heen. Ik ben een van de eerste, maar dat maakt niet uit. Daar krijg je geen extra punten voor. En deze is wel te doen. We moeten namelijk, we hebben 4 figuren. En die figuren moeten we gaan uitsnijden. Het is eigenlijk een soort een geconcentreerd spelletje met onze muis. Zorg dat je muis is opgeladen. Ik heb namelijk draadloos. Het zal wat zijn, hè? Dat je net bezig bent op het einde en hoppakee, je muis scheidt ermee uit. Ik heb het vierkantje. Oké, prima. We gaan rustig door. Dat paarse balletje houdt het midden. Ik hoor al mensen die worden beschoten. Ja, ik heb het gehaald. Yes! Gewonnen als een van de eerste. Zo moeilijk is het toch niet, jongens? En waar is mijn grote vriend? Is de raam meneer? Waar is de raam meneer? Miras, ja, Miras. Hij heeft het overleefd. Miras is er nog gelukkig. Dat liedje is zo leuk. Nou, er zijn toch 3 vermoord. Ja, in totaal al 7 mensen uitgeschakeld. Poepoe, nou. $69. Moet nog een verdieping hoger. Volgens mij nog 2 zelfs. Yes, tug of war. Verschrikkelijk. We gaan al touw trekken. Welk team gaan we? Ik ga het paarse team. Nee, we gaan niet weer verliezen, jongens. We gaan niet weer verliezen. Dat ben je niet. Jongens, even serieus.
Even serieus? Ben je dit serieus? Team elke keer nou. Dat is toch vervelend? Ik zit nooit in het goede team. Is er dan nergens een team wat mij kan helpen? Is er niemand die mij kan helpen die zijn spatieboog op een fatsoenlijke en enthousiaste manier gebruikt? Echt niemand. Oké, kom op. We zijn weer door. Oké. Yes! Hoppakee. Mijn tactiek is eigenlijk om te kijken wie in de lijst bovenaan staat wie het meest heeft gewonnen. Dus ik denk dat ik gewoon moet aansluiten bij diegenen die meedoen in het spel. Bogdanchik en Matt V. Ik hou die gewoon in de gaten. En Vania, die drie. Gewoon in de gaten houden. Wat gaan die doen? Oké, dat is die man in het goud. Als ik hem een beetje ga volgen, dan komt het goed, denk ik. We gaan naar de volgende minigame. Ik loop weer aan kop. Ik heb mijn sprint een beetje geüpgrade met de coins die ik heb gekregen. Oké, goed kijken. Waar gaat die man met het goud naartoe? Oké, goud. Hij spant. Hij gaat daar naartoe. Oké, ik ga naar hem. Nee, blijf hier. Iedereen gaat naar hem toe. Wat is... Nee. Geel. Ja. Ik blijf bij hem. Sowieso. Ik ben bij de gouden man. Ja, we gaan winnen. Dit is misschien niet eerlijk, maar jongens en meisjes. Kom op. Nee, we zijn met zoveel mensen. Dat ben je niet. Kom op. Ja. Oh my god. Het spannendste van de hele game. Hopelijk zijn we klaar nu. Oh, voorbij komen, joh. Kijk hoeveel mensen er dood zijn gegaan. Dat is niet normaal. De helft is gewoon opgeruimd. Ik ben een klein groepje van, als het goed is, 8 personen. 2, 4, 6, 8. Ik tel inderdaad maar 8 mensen. En gefeliciteerd aan de winnaars. $96. Dat is een mooi bedrag. We gaan naar de volgende game mode. En die is helemaal nieuw voor mij. Dus oei. Dat wordt spannend. Ik ben benieuwd wat ik moet gaan doen. Iets met knikkers. Even of oneven. Ik ben Erik. We gaan nog verder omhoog. Daar is die. Marbles. Kijk. Met knikkers. Dit is helemaal gloedje nieuw. Kom, we doen een pirouette, jongens. Kom op. Ik wil niet tegen die gouden man, want dan ga ik dood. Sowieso. Die man weet alle trucjes. Alles. En ik hoop niet dat ik met hem overblijf in het spel. A random amount of marbles are picked from a bag. Oké. Odd or even. Ja, inderdaad. Je moet gewoon zoveel mogelijk knikkers moet je gewoon, ja, houden, zeg maar. Good luck. Ja, ik heb het nodig. Oh, ik wil geen 3. Ik had er 2 moeten doen. Ik hoop dat het even is. The number was odd. Shit. Ik ben 3 knikkers kwijt. Oh. Ja, leuk muziekje. Ik ga 2 inzetten. En ik denk nu dat het ook alt is. Dit gaat niet goed, hè? Ik had eigenlijk al mijn knikkers moeten inzetten. En dan gewoon goed moeten doen. Het was alt. Gelukkig. Ik heb mijn knikkers weer terug. Ik ga nu iets engs doen. Ik ga ze alle 5 inzetten. En ik ga even gokken, ja? Dit is een risico wat ik nu doe. Maar mocht ik dit winnen... Dit is leven of dood, dit. Serieus, oprecht, leven of dood. Oké, daar komt hij. Alsjeblieft, maak het even. Maak het even, niet 3 keer odd. En ik wilde gokken. Gokken is ook niet goed voor je. Dit bewijst het. Dit was Squid Game. Hopelijk vond je het leuk. Laat vooral een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Klik op abonneren en de belletje. Dan mis je geen 1 video. En tot de volgende keer bij wie weet wist Squid Game. Doeg!